In het gemeentehuis van Papendrecht waren op dinsdag 26 september verschillende organisaties aanwezig die binnen Papendrecht activiteiten organiseren. Bezoekers konden langs de tafels lopen en hier informatie krijgen. Daarbij kunnen ze bij elke organisatie iets lekkers verzamelen en hun eigen high tea samenstellen die daarna gezellig met een praatje aan de verschillende tafels konden worden voortgezet. Hier een hele leuke informatiemarkt met allerlei verschillende steentjes. Wat is daar de bedoeling van? We hebben deze informatiemarkt georganiseerd in het kader van de Week tegen Eenzaamheid. We willen niet steeds nieuwe activiteiten organiseren, omdat er in Papendrecht ontzettend veel te doen is. En mensen weten vaak niet wat er te doen is. En daarom dachten we, laten we het allemaal bij elkaar brengen. Zoveel mogelijk organisaties die dan gaan vertellen en laten zien wat zij binnen Papendrecht doen. En dat zijn ze vandaag dus hier aan het doen. De mensen kunnen dus kennis maken met verschillende verenigingen en kijken of daar iets voor hen bij zit aan vrijwilligerswerk. Onder andere, maar ook we hebben andere organisaties, de Rivas of bij Boshart. En het laten ook zien wat zij allemaal kunnen doen. Wat voor workshops ze bijvoorbeeld aan kunnen deelnemen of voor kunnen aanmelden. Het is niet alleen maar vrijwilligerswerk waar andere mensen zich voor kunnen aanmelden. Het is ook een buurthuis waar ze samen kunnen komen, een kopje koffie kunnen drinken zonder enige verplichting. Maar echt om die ontmoeting mogelijk te maken tussen mensen. Ik las ook iets over eenzaamheid. Daar bestrijd je daar een beetje mee. Het is de Week tegen Eenzaamheid. En wij vinden eenzaamheid best soms een lelijk woord. Mensen zeggen, ben ik eenzaam? Veel mensen willen dat eigenlijk niet over zichzelf zeggen. Maar er zijn wel heel veel mensen die weinig mensen kennen. En die veel thuis zitten. En wij willen graag dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. En daardoor bestrijd je eenzaamheid.